Hey, een hele goede morgen. Het begint alweer een beetje een traditie te worden. Ja, ik zelf word er heel gelukkig van. Koppie thee erbij. Gezellige mensen zag ik al in de chat. Ik moet nog wel even testing 1-2-1-2. Wordt dit uitgezonden? Anja Baleman zegt zeker. Ludie Huisman zegt yep. Oh, maar dat kan ook eerder zijn omdat ik de vraag stelde. Ben je er klaar voor? Laat nog even weten of het geluid goed is. Sterker nog, als jij dit zit te kijken en je denkt, ach, dit de buurman of mijn zus of weet ik van wie ook horen, deel eventjes de stream. Je kan het natuurlijk altijd terugkijken, maar live is wel leuker. Want, nou ja, dat voelt gewoon qua energie wel fijn. En je kan je vraag natuurlijk stellen. Ik zal zo dadelijk telefoonnummer in beeld laten zien. En dan kan je me gewoon appen. Ik zie zelfs al de eerste appjes binnenkomen, wat mij niet verbaast. Want hier, hoppa, daar komt er een. Het is namelijk zo dat ik hier iemand mag verwelkomen die ik zelf ook heel lang niet gesproken heb. Nou ja, misschien een beetje appen, af en toe een berichtje. En ik volg hem ook op social media. Maar hij was, net als ik, eventjes bezig met een breekjaar. Hij op een hele andere manier, echt met zijn gezin, echt, nou ja, een kleine emigratie zou je kunnen zeggen. En nu is hij weer terug. En ik ben weer terug. Nou, fijn, daar hebben we het over gehad. En ik voel aan alles dat nou ja, wij in een aantal opzichten misschien wel gelijk erin staan. Maar dat ga ik even checken, want ik weet het echt niet. Maar ik sprak hem net en heel kort omdat ik hem inbelde. Toen dacht ik al van, oh ja, dat zou best eens gelijk kunnen zijn. Ik zeg een hele goede morgen tegen de one and only. Even kijken of zijn geluid er ook is. Richard Talet, Richard, goedemorgen. Hele goede morgen. Yep, hij is er. Hoe gaat het? Hoe zit je in je vel? Goed, ja, lekker. Ik heb een fantastisch jaar gehad, wat je aangaf in Spanje. Ik was verleden jaar oktober 40 geworden. Zou je niet zeggen als mensen me nu op beeldschermen zien. Maar ik vond het zelf een heel mooi moment om te reflecteren. Natuurlijk in ruim 10 jaar de bedrijf opgebouwd. Ondernemen vind ik topsport. Ik heb natuurlijk twee zoons. Noah die was 12 en James was 3. Nou, jonge ouders zijn dus ook topsport. Dus dat liep parallel. Oké, goed om te weten. Ja, je kan je op voorbereiden. Nee, het is fantastisch, magisch. Maar it's all about energy. Het gaat allemaal om energie. Ik denk dat dat ook de kern is van dit uurtje. Ja. Ja, ik vond het zelf heel erg mooi om met gezin gewoon een ander ritme te vinden. Een jaar samen te zijn, te ontwikkelen, samen te groeien. Meer verbonden zijn met de natuur, met elkaar. Maar ook natuurlijk in die natuur meer jezelf tegen te komen. Ja, nou dat is iets wat ik ook zeer herken, de overweldiging van de natuur en je gewoon weer even op een lekkere manier klein voelen en weten waar wij in het normale leven, zeg ik erom even, maar ja, wat is normaal, druk mee zijn, dat het daar helemaal niet over gaat. En ik heb met veel plezier, mag ik echt wel zeggen, een soort sneak preview mogen doen van een programma dat jij gelanceerd hebt en daarom vroeg ik ook, zit je lekker in je vel? En het kwam right on time, moet ik zeggen, Richard, want ik zit in een hele goede vibe. Maar ik merk wel aan alles, en dat was eigenlijk mijn vraag aan jou, dat misschien juist wel doordat ik even afstand heb kunnen nemen. En doordat ik even wist, hè, met die natuur, zoals je net schetst, waar het om gaat. Dat ik terug in Nederland, jongen, jongen, ik vind het wel heftig, jongen, al die prikkels, jongen. Al die dingen die zogenaamd moeten. Ja, kijk, ik ben natuurlijk een groot voorstander van de evolutionaire geneeskunde. Hè. Mijn platform heet Oersterk. Ja. En ja, de moderne leefstijl, of ook de moderne leefomgeving, vaak ook de moderne werkomgeving, maar sluit helemaal niet aan op hoe we als mens evolutionair ontwikkeld zijn. Dus het is een soort mismatch. En dat leidt natuurlijk ook tot energieproblemen. Nou, heel veel mensen, en dat is nu natuurlijk, we hebben een zomer gehad, als de zon schijnt, is alles mooier en je voelt je lekkerder. Nou, we zien nu afgelopen week alweer, het is nat, het regent veel, het is donker. Nou, de dagen worden aankomende maanden nog veel korter en donkerder. En zijn heel veel mensen dus fysiek moe, maar ook mentaal, dat hangt ook met elkaar samen uiteraard, komt dat terug in, in dat heel veel mensen niet lekker in hun vel zitten, of slecht te slapen, of somberder zijn, of onrustig zijn, of gestrest zijn. Dat herken ik ook wel. Er is zeker vergeleken met Spanje. Ik vond daar trouwens wel een beetje onderprikkeling. Is dat een bore-out. Maar ik denk dat hier iedereen te maken heeft wel met enigszins mentale overprikkeling. Ja. Ook al is dat niet door die digitale snoeptrommel in je broekzak. Toch digitale cocaïne waar mensen 3,5 uur minimaal per dag op zitten. Ja, dat is chronische stress op het brein. Ja. Nee, ik zag gisteren, ik heb het weggezet, want ik kende het wel, Thijs Launsbach nog eventjes bij Humberto Tan. Over de prikkels, hè? Het verschil tussen een telefoon en een fruitkast, een gokmachine, is bijzonder klein.
Maar goed, ik ben bijna blij om te horen of niet. Ik gun het je niet te gaan het nieuw. Maar dat jij dat ook een beetje herkent. En ik ben met je eens, dat had ik niet eens zo gevoeld. Maar zeker nu de herfst ook allemaal weer een beetje begint in te dalen. Is het gewoon eventjes die tijd. En ergens, nou ja, voor een aantal dingen zijn, is het gewoon gezond. Hè? Koekeroe gaat er zeker niet om over, oh, je moet je alleen maar goed voelen. Hè? Maar goed worden in voelen. Maar, en dat vind ik mooi, wat ik toch eventjes weer moest horen in jouw programma. Eigenlijk is ons brein helemaal niet gemaakt voor het leven waar we nu in zitten. Nee, ons brein is niet gemaakt. Of is eigenlijk gemaakt, als ik het mooi zeg van badkamertegeltje. Het brein is gemaakt voor een omgeving die niet meer bestaat. Ja. En als je dat beseft. En ik zeg ook altijd in dit moderne leven, ook nu 2023. Ja, is de juiste zelfzorg de belangrijkste vaardigheid geworden. En ik ben natuurlijk een groot voorstander van preventie. Ja. Natuurlijk komen de meeste mensen pas in actie als ze kortaf zijn, als ze geïrriteerd zijn, als ze prikkelbaar zijn, of als ze een hersenmist hebben. Hè. Heel veel mensen ervaren wel slechte focus, of geheugen, of concentratie. Veel mensen zijn chagrijnig of gaan aan doemdenken. Ook veel mensen gaan zich terugtrekken, ook sociaal. En juist natuurlijk, we zijn sociale dieren. Ook heel veel mensen gaan dingen uitstellen. Als je dat uitstelgedrag is ook al een symptoom van, zeg maar, energietekort in je brein. En negativiteit, ook negatieve gedachten die dan meer oppoppen. En ik denk dat we dus, ja, daar roep mensen altijd op om juist preventief te investeren in je grootste kapitaal, zowel je lichaam als je brein. Want het brein dat wandelt door deze moderne wereld. Maar je bent zelf echt verantwoordelijk om die voorwaarden te creëren dat je brein niet alleen maar kan overleven, maar ook kan floreren. Mooi. Nou, ik ben wel even benieuwd hoe mensen erin zitten. Als je dit live zit te kijken, laat gewoon vooral even weten. Want ook dit, waar we het nu over gaan hebben, is iets wat je zeer goed preventief kan doen. Ik zei al, maar dat is ook omdat het echt nu pas begint. Ik heb de herfstdip nog even niet gevoeld, maar om eerlijk te zijn, hij komt elk jaar. Dus je weet ook wel dat hij komt. Hoe lekkerder is het als je dan, voordat je weer allerlei afleidingen ingaat en dingen waarvan je zelf eigenlijk misschien ook wel weet dat dat hem niet is. Gewoon eventjes aan de hand wordt genomen. En dat heb jij gedaan. En het fijne vind ik, kijk, dat is een beetje het nadeel dat ja, mensen nu moeten denken, oh god, moet ik weer wat erbij? Moet ik weer een programma gaan volgen? Ik wil dat echt zeggen, en dat is niet omdat ik jou nou toevallig hier spreek, maar mijn complimenten, Richard, over dit vierweekse programma qua, ja, overzichtelijkheid. Het is niet kort, nou ja, maar het is vooral wel heel krachtig. Het zijn gewoon lekkere video's. Ik heb ook wel eens programma's en ik hou ervan, weet je wel. Ik ben ook een soort zelfhulp-junkie die soms urenlange, mijn eigen podcast bijvoorbeeld is fucking lang en zo. Maar dit, dat past ook wel bij waar we het over hebben. Is allemaal lekker. Het zijn, denk ik, een kwartiertje of zo per week dat jij even een video hebt. Duidelijke, nou ik kan het even laten zien, duidelijke invulformulieren. Gewoon ook hoe je er in het begin bij zit en dan op het einde natuurlijk hoe je je voelt. Dit vind ik nog wel even leuk om te laten zien. Toch even de basis van Oersterk. Vier gaten, de krachtigste energie, lekker de O van ontspanning. Daar kan je het mee dichten. De E van eten en de R van regelmatige beweging. En dat sterk, nou ja, dat gaat dan over zingeving. Maar heb je daar rekening mee gehouden? Is dat toeval? Ja, dat geloof ik bijna niet, omdat het gewoon zo lekker. Ja, nee, het is absoluut een trendbreuk. Ik heb afgelopen jaren heel veel online trainingen gemaakt. Ja. Waar ik misschien vooral als vakidioot en als, nou jij zou een beetje nerd, maar zeg maar een hele brei aan diarree over mensen heen gooien. Van ik wil alles weten en alles snappen in de hele context. Maar nu heb ik een programma gemaakt, ook preventief, voor mensen die moe zijn of die mentaal wat extra energie kunnen gebruiken. Mm-hmm. Echt me gehouden aan de kern. Dus bijna al uit respect, ook omdat iedereen druk is. Gewoon heel kort, behapbaar, praktisch, concreet. Waardoor je eigenlijk in een dagdeel of in een dag er doorheen kan fietsen. En dat belachelijk veel uithaalt, want het is een filtraat van, ja, niet alleen maar mijn eigen 15 jaar, maar ook natuurlijk, ik heb ook een podcast natuurlijk, ik mag ook belachen. 150 heb je er al, hè? Ja, 150 nu, ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb wel meer opgenomen, maar er zijn 150 uitgezonden. Ja, klopt. Okay. Dus dat heb ik bewust gedaan, ook als respect voor, dat je zo min mogelijk tijd zo'n groot mogelijke hefboom krijgt om niet alleen maar je mentale gezondheid, maar ook je algemene welzijn en vitaliteit een radicale boost te geven. Ja. Ik zal straks ook even dingen wat laten zien. Maar kan je ons een beetje meenemen? Want dit is echt
Echt de basis, echt ons oerbrein. En ja, we zijn gewoon als mensen na eenmaal jaren al hetzelfde. Je krijgt 5 sleutelmechanismen. Kan je die misschien alvast even aanstippen? Ja. Ben natuurlijk gefascineerd door het leven. Ik ben gefascineerd door het lichaam. Even een stukje context. Dat is ook de reden dat ik geneeskunde ging studeren. Maar eigenlijk heel veel begrip over ons lichaam. Over hoe processen echt werken, heb ik nooit echt in die geneeskundeopleiding geleerd. Dus dat zorgde ervoor dat ik in juli 2007 mijn witte jas in de wilgen hing. Ja. En in de moleculaire geneeskunde en de psychoneuroimmunologie heb ik zoveel geleerd, waarvan ik heel vaak dacht, ja, dit moet iedereen weten. Mm-hmm. Ook als je kijkt dus naar je brein, welke mechanismen zorgen er nou voor dat je lekker in je vel zit? Of dat je positief bent? Of dat je zin hebt in de toekomst. En dat je ook aardig bent tegen je partner, of tegen je collega's, of tegen je kinderen. Nou, als je kijkt naar mentale gezondheid, zijn het 5 sleutelmechanismes. Je benoemt ze. En de eerste is je autonome zenuwstelsel. Het lichaam is trouwens ook intiem verbonden met het brein. Hè? Ik bedoel, ook de wetenschap komt er steeds meer achter dat ook psychiatrische aandoeningen het gevolg zijn van, dat heet metabole dysfunctie. Dus gewoon processen die in het lichaam uit balans zijn. Yeah. Maar het eerste systeem is je autonome zenuwstelsel. Die wil je in balans krijgen, of die moet in balans zijn, om een goede mentale gezondheid te hebben. Anders ben je van prikkelbaar, onrustig, tot paniekerig, tot angstig. Eerste. Tweede is, je brein is natuurlijk, we zijn veredelde eigenlijk waterdieren. We zijn vanuit Oost-Afrika langs het water de hele wereld overgetrokken. Dus die heeft bepaalde bouwstenen nodig, bepaalde breinvrienden. En wat je net al zei, in het programma heb ik eigenlijk een emmer met de 4 belangrijkste kranen. Ja. En ook de 4 belangrijkste gaten. Want je hebt dus energiebronnen en je hebt energielekken. Dat zijn dan de leefstijlacties. Gaan we misschien straks dieper op in. Maar eerste systeem is autonome zenuwstelsel. Het tweede systeem die je op orde moet krijgen is de juiste breinbouwstenen. Bijna bij iedereen uit balans. Of eigenlijk bij iedereen uit balans in het moderne leven. Ja. Het derde sleutelsysteem is dat je wat cryptisch meer licht in je brein wil krijgen. Meer breinlicht. Wat je doet met beweging. Ja. En je wil de neuroinflammatie. Laaggradige ontsteking hebben heel veel mensen door onnatuurlijk leven. Door een ongezonde leefstijl. Dat zorgt op de lange termijn voor welvaartziektes in je brein. Je brein kan ook zomaar wat meer ontstoken worden. Dat heet neuroinflammatie, dat weer tot rust brengen. Dat is het derde systeem. Het vierde systeem, wel bekend denk ik bij veel mensen die jou volgen, is neuroplasticiteit. We zijn plastisch, dus ook als je, aan de ene kant zijn we gewoontedieren. Dus we hebben standaardbanen die aangelegd zijn, maar ja, je wordt 1 keer in je leven geboren. En kunt op ieder later moment herboren worden. Anders in kleine stapjes andere dingen te gaan integreren. En met andere dingen misschien te gaan stoppen of af te bouwen. Nou, dat is dus, dan krijg je dus niet alleen maar een beter of vitale brein. Meer anti-ontsteking, maar wat ook doorwerkt in je lichaam. En de laatste is misschien het interessantst. Tenminste, vind ik altijd. Is je endorfine gevoeligheid. Omdat de moderne mens, die is vooral, zijn dopamine junkies. Ik had het dan net over die telefoon. Ja. En dopamine is kortstondig plezier, hè? Een kwartiertje, een half uur. Maar dopamine is dus kortstondig plezier. Maar endorfine is langdurig, duurzaam geluk. En dat is eigenlijk ook een beetje zoals Boeddha. Je kan dan gewoon zitten op een stoel zonder telefoon. Of ik reis heel veel met de trein. Ik zie altijd, zijn weinig mensen die nog zonder telefoon op het perron 8 minuten op de trein kunnen wachten. En naar de bomen kunnen kijken waar de wind doorheen gaat. Of de duiven die lopen. Of andere mensen. We weten het, ja. Die rust, gewoon een half uur of een uur. Dat is een goede test. Ga vandaag eens een half uur of een uur. Maar een half uur op een stoel zitten. Zonder dat je iets doet. Als je geen enkele gevoel van mentaal ongemak hebt. Nou, dan is deze cursus niet per se misschien aanvullend. Maar misschien preventief. Maar de meeste mensen die worden toch gek en onrustig. Nou, dan moet je dit programma zeker volgen. Want die endorfine gevoeligheid is essentieel, want het leven draait natuurlijk om voldoening. Het draait om zingeving. Een gezonde leefstijl is een middel voor een hoger doel. Het is een bezield leven. En dan moet je endorfine gevoeligheid goed zijn. En die is bij 99,99% van de mensen echt radicaal uit balans. Ja. Dit is in een notendop zijn de sleutelmechanismen. En dat, als je dit allemaal een beetje technisch vond, geloof me, dat wordt en wat beter uitgelegd, maar ja, ik zou bijna zeggen, daar gaat het ook niet om. Het is alleen, daar komt het vandaan. Maar de vraag is natuurlijk,
hoe los je het op? Ook op een manier dat je het gewoon wel wat langer volhoudt dan alleen even een week. Want kijk, voor de duidelijkheid, het programma heet Lekkerder in je vel in 4 weken. Nou, dat is in een stappenprogramma, kunnen we even doorlopen. Maar het zijn wel, en ik moest ook weer even gerefreshed worden in een aantal dingen die ik heus wel van tevoren wist. Maar in principe zijn het vooral, jou zeg je dat, duurzame, op lange termijn gerichte oplossingen, zeg maar. Ja, ja. Ja, ik begin het programma expres met een inleiding. Want ja, ik wil, ja, we hebben hier maar een krap uurtje. Ja. Maar ik wil mensen eigenlijk al heel simpel laten weten, hoe zijn we in evolutie ontstaan? Ja. En we hebben eigenlijk evolutionaire vrienden nodig, bekende factoren, die hebben we nu te weinig. We hebben geen evolutionaire onbekende factoren nodig, want dan kan het stresssysteem, het immuunsysteem slecht mee omgaan. Ja. Die hebben we nu te veel. En we hebben bepaalde evolutionaire uitdagingen nodig, hè? Dat bekende van hormesis. We moeten onszelf, hè, als we ons lichaam en onze geest, dat heet eigenlijk antifragiliteit, als we dat uitdagen, dan wordt het juist sterker. En als we het niet uitdagen, dan worden we zwakker. En ook zieker, maar ook wat depressiever of somber. Dan gaan we minder lekker in ons vel zitten. Nou, dus die hele basis geef ik al. Ook in de inleiding ga ik ook al kijken, want ik vind dat veel programma's daarin falen. Nou, hoe kan je nou zorgen, niet alleen maar voor gedragsverandering, want dat is ook een dieet. Ik ga 3 weken anders eten. Nou, ik ben afgevallen, ik pak mijn oude voedingspatroon weer op en er is niets veranderd. Maar eigenlijk voor gedragsbehoud, dat is de heilige graal. Dus hoe werkt ons brein? Hoe is ons brein in de evolutie opgebouwd? Dat is een blokkendoos met de hersenstam, daar zitten de instincten. Met het limbisch systeem, het zoogdierenbrein, daar zitten de emoties, waaronder angst. En natuurlijk de frontale cortex, het laatste deel waar beheersing zit en de ratio. Dus hoe kun je, eigenlijk is in ieder gebied een stoplicht. Hoe kun je, en die staat bij veel mensen op rood, waardoor gedragsverandering of gedragsbehoud niet toegestaan wordt. Dat zijn die mensen die à la goede voornemens al heel snel terugvallen. En dat lukt een week en daarna niet. Dus hoe kan je met kleine, makkelijke en leuke stapjes dus dit proces ingaan? En daarna ga ik dus eigenlijk in op oersterk, hoe je opende, die 4 pijlers. Ja. Hoe je met specifieke leefstijlacties ervoor kunt zorgen dat die 5 sleutelsystemen verbeteren, gestimuleerd worden, wat je dus niet alleen maar merkt in je mentale gezondheid en je stemming, maar eigenlijk in je totale, alles hangt met elkaar samen, je totale vitaliteit als mens. En dat is dat intro en dan gaan we uiteindelijk naar het weekprogramma toe. Ik loop dat een beetje snel door. De kracht van ademhaling, dat weten de koekeroekies beter wel. Daar zit ook nog een bonus bij. Dan gaan we naar de kracht van voeding. Daar zullen straks, zag ik al, weer heel veel vragen over komen van hoe zit het met dit, hoe zit het met dat. Nou, dit is het moment dat Richard weer gewoon even de antwoord op kan geven. Maar dit wordt, en dat vind ik er zo fijn aan, want je kan jezelf ook helemaal gek maken ermee. Er worden gewoon wel een aantal basisprincipes uitgelegd. De kracht van meer breinlicht noemde je al. Nou ja, daarnet kwam het zonnetje vol op mijn bek, maar het gaat ook vooral over, hoe zou je dat zeggen? Dat wat je tot je neemt gewoon eigenlijk. Ja. En dan hebben we de 4e week. Nogmaals, ik ga er nu een beetje snel doorheen. Dat gaat wel heel erg over de zingeving. De kracht van verbondenheid. De hele tijd, je kan dat zien. Heb je een werkboek, een invulschema, dat is toch lekker. Want dat kan je uitprinten of je voelt het op je computer in. Er zit nog zelfs een quizje in. Oh, die heb ik eigenlijk niet gedaan. Nog een afsluitende video. En de bonussen kunnen we straks nog even over hebben. Het is, ondanks het feit dat het kort en bondig is, absoluut wel een volwaardig programma. En voordat we doorgaan, ik ga het gewoon nu al zeggen, want misschien dat mensen alweer afgeleid zijn. Als je dit kijkt, is dit een mooi moment. Namelijk, voor koekeroekies, voor ook natuurlijk de missie van Oersterk al jarenlang. Is er nu iets, ik heb het laten zien. Ik heb gewoon een screenshot gemaakt van mijn eigen bestelling hier. Omdat, mensen kunnen er bijna niet geloven en denken, wat is dat hier? €97. Ik moet eerlijk zeggen, is 25 piek per week zou je kunnen zeggen. Dat is heel kort door de bocht. Je hebt ook nog de intro en de eindre en heel veel bonus zoals gezegd. Maar 100 is lang niet gek. Had ik al hier met alle respect al gezegd. Top, Richard, dankjewel. Maar hier is die actiekorting als je de link in de beschrijving volgt. €70 korting en je ziet het allemaal ook geen gelul met btw en shit. Hè? Dat zit er allemaal bij. Totaal €27. €27 en dan heb je dus een jaar lang plezier van deze week die je natuurlijk zo vaak kan herbeleven als je wil. Bedankt daarvoor Richard. Ja, dan kijk, ik ben vooral heel blij hier om, ik heb natuurlijk altijd een praktijk voor integrale geneeskunde gehad tot 2019. Ik had altijd een wachtlijst van minimaal een half jaar. Het zijn
principes waar ik dus ja, 4000 mensen ook één op één in heb mogen begeleiden. Dus ook echt getest in de praktijk. Maar ja. Wat vooral het probleem was, kijk, ik was in 2019 betalen mensen 1000 euro per uur ex-BTW om bij me te komen. Ja. Natuurlijk vooral high-end en daarvoor was ik 200 euro per uur. Ja, en nu ben ik gewoon in staat, en dat vind ik mooi aan deze techniek, om nu zelf uren content te geven in het programma. Ja. Maar ja, waarom doen we dan voor 27 euro? Want ja, zeker ook gewoon business technisch met alle mensen in mijn team die eraan bijdragen, alle experts. Ja, moeten we gewoon al duizenden verkopen om break-even te draaien. Maar omdat ik mijn missie heb om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven. Dus we hebben altijd de gewoonte, en daar zijn we trouw aan, om bij iedere lancering, het zal nooit meer 27 euro worden in de toekomst, trouwens hoor, zo aan te bieden dat het voor iedereen toegankelijk is, omdat het wel onze maatschappelijke missie is. Ja. Ja, en ja, ik ben enorm blij en dankbaar dat mensen nu ook ja, voor een hele kleine prijs, wat ook bijvoorbeeld niet meer mogelijk is natuurlijk om bij mij te komen, toch kunnen profiteren van eigenlijk essentiële evolutionaire wijsheid, die ook niet per se van mij is, maar waar ik wel met oersterk een doorgeven luik van mag zijn. Ja, mooi. Nee, dat is goed dat je het zegt, want misschien als je niet live zit te kijken, maar dit echt weken later ziet, dan is het wel die 97 euro nogmaals nog steeds top. Maar nou ja, als je dit één deze dagen ziet, want het is een tijdelijke actie, check dan die link in de beschrijving, want dan is het dus echt van 97 euro voor 27 euro. En ik wil nog eventjes voordat, want ik zie weer veel vragen binnenkomen, stel ze, het is top. Maar nog even naar wat je daar nog allemaal van documenten bij krijgt. Even kijken of ik daar wat dingen, ja, het zijn sheets die hier op dit kleine schermpje het niet echt goed doen, maar ik heb er naar veel plezier zitten kijken. Hier bijvoorbeeld, misschien kan ik het wel een beetje meer inzoomen. Zie je ook gewoon eventjes een schema op de verschillende gebieden. Hè, ontspanning, eten en regelmatige beweging. Word je gewoon voor de hand meegenomen. Oké, ga zondag, ga voor 10 uur slapen. Eet vandaag 15 verschillende voedingsmiddelen. Gewoon een heel ja, lekker soort programmaatje wat er eigenlijk bij zit. Een afvinklijst. Vond ik heel top, want je krijgt allemaal documenten. Een betere stemming met voeding en lifestyle. De magazines van Oersterk, ontbijten, lunchen en diners. Een document over basissupplementen. Er zijn natuurlijk altijd een hoop vragen bij. Beweging voor een oersterk leven. Er is een document van probleem naar oplossing. Een document over de kracht van visualisatie. Ook op een heldere manier. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, ik kan niet zo goed visualiseren. Nou, oké, check dat document. Document trauma's en vagale toon. En het document altijd blijven lachen. Dat zijn allemaal, dat is geen onderdeel van de cursus. Maar het zijn gewoon dingen uit eerdere boeken, bestsellers van jou. Het zijn ja, presentaties aan zich. Het is wat dat betreft, als je dat er allemaal meeneemt, wel wil je echt een hoop informatie, maar dat is buiten de cursussen, zeg maar. En dat zit erbij, ik heb bij elkaar opgeteld, ik weet dat die documenten zeker wel 10 euro kosten. Dus is dat ook nog eens een keer, meer dan 200 euro. Je krijgt het er allemaal bij en, je kan het hier in het schermpje laten zien. Jij hebt dan ook nog wat video's. Ik denk met name dat document van een betere stemming met voeding en lifestyle. Ik laat daar net wat van zien. Dat vond ik wel echt heel tof. Waar is dat van eigenlijk? Is dat van een oud boek of zo? Ja, dat schema. Ik heb in 2018 een campagne gedaan in het Financiële Dagblad. Had ik 7 krantenpagina's gekocht op zaterdag. Had ik in iedere week een schema met een sleutelfunctie, waaronder 1 week een betere stemming. Die campagne die kostte een ton en dat werd 1 grote flop, want de zakenmarkt hapte totaal niet. Maar ja, ik heb heel veel dingen die geflopt zijn en die mislukt zijn en waardoor ik zo succesvol geworden ben. Ja. Want het altijd blijven doorgaan. Maar uiteindelijk heb ik daar een boek van gemaakt, Oersterk in 6 weken. Okay. Is ook een bestseller en daar heb ik ook een heel hoofdstuk over stemming. En dat hele hoofdstuk over stemming heb ik ook als bonus toegevoegd in dit programma. Ja, zit er dus bij en hoort ook zeker wel bij een van de modules, maar het gaat verder in de verdieping. In totaal dus, alleen nu als je dit kijkt, even kijken, ik heb nog een keer dat laten zien, omdat ik dat gewoon heel grappig vond. Heb je dus die 70 euro korting. Oh, nou, dat kan niet laten zien, maar hier zien we het. Ja, ik denk dat we zo zoetjes aan naar de vragen gaan. Ik wil mensen wel echt ook die kans geven, omdat... Mag ik één ding toevoegen? Kijk, het is veel meer altijd. Ik weet dat ik vanuit Oersterk en wat ik lever aan waarde, maar dat we altijd doen, en dat noem je ook nu een beetje met die bonuses, dat we overdeliveren. En aan de andere kant willen we alleen maar blij en tevreden klanten. Dus wat we altijd inbouwen is niet goed geld terug, weet je wel. Dus het komt bijna niet voor. Maar als mensen echt om tevreden zijn, als ze het gedaan hebben, nogmaals, dat zou uniek zijn. Maar stuur ons een mailtje, je krijgt je geld terug. En dat
vind ik enorm fijn. Ja, dat wat grappig, ik weet wel dat je dat doet met nou ja, de oude, grote en wat duurdere programma's. Maar jij zegt, zelfs met 27 euro, want daar hebben we het nu over. Of nou ja, misschien als je dit later kijkt, 97 euro. Als je niet tevreden bent, dan stort jij het terug. Altijd, ja, omdat ik gewoon, ik twijfel niet aan de waarde die wij bieden. Dus als mensen twijfelen van, ja, is het niet een beetje commercieel, is het wel inhoud? Nee, ik sta zo achter wat ik bied. Het is zo steengoed, het is zo bewezen. Ja, daar kan ik mijn hand voor in het vuur steken, want ik werk er al 15 jaar mee. En ik bereik 10.000 of 100.000, eigenlijk ruim 1 miljoen mensen nu per jaar. Dus ja, nee, ik wil mensen eigenlijk een risicoloos eigenlijk aanbod doen. Lekker. Ik heb hier een vraagje van Marianne. Ik weet niet of dat Marianne van der Weijer is, maar een Marianne, maakt het niet uit. En die heeft het over innerlijke rust. Ook omdat jij dat net zei, een half uur stilzitten kan ik echt niet, zo schrijf ze. Heb je daar, nou dat zit ook wel zeker in dit programma, want dat gaat natuurlijk ook over lekker in je vel. Maar ik, ja, de innerlijke rust, kan je daar iets over zeggen? Ja. Ja, ik zal hem gewoon cryptisch gaan samenstellen met verschillende ingrediënten uit het programma, maar ook algemeen. Ik denk dat als je endorfine gevoeligheid niet goed is, wat ik net benoemde, dan heb je altijd het gevoel dat er iets mist. Mm-hmm. En dat er iets ontbreekt. En dat is ook vaak het punt waarom mensen niet rustig kunnen gaan zitten, maar ze moeten in beweging blijven. Ook een beetje soms het gevoel dat het geluk ergens in de toekomst wacht. Ook een beetje de mythologie ja, die ja, wat... Ja, dat is ook iets van deze tijd, ja. De opvoeding, je moet eerst die promotie halen, of eerst die goede baan, of eerst 10.000 euro spaargeld, of eerst een relatie hebben. En dan mag ik ontspannen, of dan zal ik gelukkig zijn, of dan ben ik compleet. Maar gelukkig zijn en je compleet voelen heeft echt te maken met ja, endorfine gevoeligheid. Wat in het moderne leven uit balans is door nou ja, ons voedingspatroon, ons beweegpatroon, ons ontspanpatroon, ons slaappatroon, ons denkpatroon. Dus wat enorm goed werkt, ik ben ook natuurlijk enerzijds praktijkervaring, maar ook een stukje wetenschap. In het programma geef ik mensen als voorbeeld, maar ik geef ze een buffet aan opties, de Relaxation Response hè, van, ja. Van Benson. Natuurlijk een bekende professor, ook allemaal wetenschappelijk onderbouwd, om je autonome zenuwstelsel ook tot rust te brengen. Maar enerzijds bijvoorbeeld, een ander voorbeeld of willekeurig, magnesiumtekort in het brein geeft ook mentale onrust. Ook al ben je wel op de juiste plek in het leven. Mm-hmm. Een andere kans dus, ben je wel op de juiste plek in het leven. Yeah. En als je niet op de juiste plek in het leven bent, of in de verkeerde vriendengroep bent, of in de verkeerde relatie, of in de verkeerde werkvloer, dan gaat het brein of het systeem toch onrust geven je om je te laten weten dat je iets mag bijsturen. Dus ik zie mezelf altijd als een soort detective in dit programma naar innerlijke rust. En ik geef je eigenlijk de landkaart, hoe je zelf kunt uitvinden wat er mogelijk bij jou uit balans is. En ja. Welke je paden je kunt bewandelen om ja, die innerlijke rust eigenlijk binnen 4 weken al veel beter te krijgen. Maar het is natuurlijk een ongoing proces. Nou, dat zeg je goed. Dat vond ik heel mooi, waarin je in een filmpje uitlegt. En dat is ook een beetje inderdaad die detective rol. Hoe je kan experimenteren met, oké, je laat één bepaald gedeelte van je voeding, doe je even een week niet. Wat zijn de voordelen? En merk je geen verschil? Nou, dan zou je het weer kunnen terugnemen. Merk je wel verschil, dan weet je dat je dat uit je patroon kan laten. Dat ging dan even specifiek over voeding, kan ik me herinneren, dat stukje. Ja. En dat maakt het ook wel mooi, want kijk, ergens is het natuurlijk wel per persoon verschillend. En dat is ook wat iedereen zal beamen. Maar desondanks kan je wel allemaal dezelfde onderzoekjes doen om te kijken hoe het bij jou zeg maar anders is. Of wat er bij jou, wat er bij jou uit balans is. Ja, ik vind dat je met heel veel al interventies bespaar je al 1 of meerdere consulten uit bij ortomoleculair therapeuten, bij coaches, misschien zelfs bij psychologen. Mm-hmm. Omdat als je wat je net noemt qua voeding, dat vind ik zelf heel sterk, want ik heb het nog nooit zo kort en beknopt toegevoegd in het programma. Nee. Omdat sinds de landbouw en de veeteelt, dus 8000 jaar, zijn we eigenlijk is ons voedingspatroon radicaal negatief veranderd. Ja. En ik had het net over endorfines. Je wil een goede endorfine gevoeligheid hebben, maar dat wordt verstoord door exorfines uit onze voeding. Heel veel mensen zijn gevoelig voor gluten uit granen, voor caseïne uit zuivelproducten en voor een exorfine uit soja. Soja is natuurlijk een peulvrucht, maar dat is het op jou van toepassing. Dus je moet met een eliminatie-provocatie-dieet gaan werken. Het is gewoon een heel simpel schemaatje. Ja. Ja, dat vind je nergens. Ja, in hele dure opleidingen of in hele complexe Amerikaanse boeken.
Ja, ik heb dat dus in week 2 ook gewoon in een schemaatje kant-en-klaar gepresenteerd. Waar ik zelf best trots op was, want ik heb het zelf in mijn opleiding niet zo concreet gemaakt als toen. Dus ik heb mezelf ook weer gedwongen om weer een stap verder te gaan. En het minder is beter. Dus het is ook het beste van de kern. Ja, nou ja, dat merk ik ook. Dat zei ik ook in het begin al, de kortheid. En ik zeg ook hier, Jacqueline die zegt, ik ken het programma voor Research helemaal nog niet, maar dit klinkt al als praktisch toepasbare handvaten voor het dagelijks leven. Klinkt heel waardevol. En dat zegt Lisa ook, klinkt zeker waardevol. Ja, dat is het. Ik bedoel, ondanks het feit dat het nu €27 is, kan je bijna denken, ja, dat zijn een paar filmpjes. Nou, dat is juist niet. Het is echt wel de essentie en zeer waardevol. Ik zie hier Lucia, Art of Breathing Cursus is een aanrader voor innerlijke rust. Nou, ademhaling vind ik ook leuk. Ja, je bent wat dat betreft altijd heel holistisch geweest, Richard. En mensen kennen jou misschien heel erg van de voeding en oersterk en het dieet. Maar wij hebben al vaak genoeg gesprekken gehad over te weten dat het dieet ook mentaal, zeg maar, belangrijk is. Of in ieder geval, dat je kijkt naar wat je tot je neemt. En ook ademhaling is in dit programma een belangrijke manier om lekkerder in je vel te zitten, toch? Ja, ademhaling is heel belangrijk in het leven. Het is ook filosofisch. Het leven begint natuurlijk eigenlijk buiten de baarmoeder met een inademing. Ja. En het leven sluit weer op het sterfbed met een uitademing. Dus zo is de cirkel rond. En heel veel mensen die hebben last van overademen. Die ademen te vaak, waardoor eigenlijk de CO2 en de zuurstofspanning uit balans raakt. Wat ook bijdraagt aan mentale onrust. En ik heb zelf de afgelopen jaren trouwens ook een Buteyko ademhalingstraining gevolgd. Want mijn ademhaling was ook niet optimaal. Okay. Met mijn achtergrond als stotteraar. Ik heb als stotteraar ben ik me een hele ongezonde ademhaling gaan aanleren om beter te kunnen praten. Ja. Maar ja, dat vind ik dus ook heel grappig. Alleen zo'n Buteyko-cursus was voor mij al €200, waar ik de kern heb toegevoegd in dit programma. Maar in mijn optiek gaat het ook helemaal niet om die €27 of 100 of €97. Wat is je mentale gezondheid waard? Nou ja, dat is eigenlijk onbetaalbaar. Ja. En als we dan toch kijken naar nu dan die €27. Ik bedoel, afgelopen week stond vanmorgen in mijn nieuwsbrief. Volgend jaar gaat de zorgpremie voor ons allemaal voor €12 per maand omhoog. Dus €12 per maand. Dan heb je in 2 maanden al €24, in 3 maanden al €36. Dat moeten we verplicht meer gaan betalen. Ja, dus ik vind het altijd grappig als mensen het hebben over, ik heb geen geld. Als je het hebt over prioriteiten, volgend jaar heb je geen keus. Hè, want je moet iedere maand gewoon €12 meer gaan betalen. Maar we zouden als collectief eigenlijk dit soort programma's allemaal moeten gaan volgen. Ja. Dan kunnen we ieder jaar €12 minder zorgkosten betalen. Zeker wel, ja. Ja. Ja, ik bereik helaas maar 1 miljoen mensen, 1 miljoen en niet 17, maar die revolutie van onderaf is wel nodig. Een loffelijk streven, Oké, nu komen we, en ik wilde dat voorkomen, maar ik zie echt dat er alleen nog maar dat soort dingen komen op de wat meer specifieke ding. Laat ik met Christian beginnen, die zie ik net binnenkomen via Facebook. Ik hoor Richard zeggen dat soja niet goed voor je is. Ik eet 1 of 2 keer per week een sojaproduct. Is dat slecht of nadelig voor mij? En in dezelfde lijn, maar dan de andere kant op, had ik een appje van Tines binnengekregen. En stuur vooral je vragen, maar ik vind, die zegt, ik weet dat brood niet goed voor je is, maar ik eet het toch zeer regelmatig met de kinderen mee. Wat zou je, dit zijn 2 verschillende dingen, soja en brood, maar ik gooi het een beetje op een hoop, omdat het anders gaan we alle producten van het leven af, zeg maar. Ja. Ja, kijk, er bestaan geen ongezonde voedingsmiddelen, zou je kunnen zeggen als principe, maar wel ongezonde voedingspatronen. Mm. Dus het grootste voedingsprobleem is eenzijdigheid en de oplossing is dus variatie. Voor mij heette die Christian, die zegt ik eet 1 tot 2 keer per week soja. Ja, daar krijg je natuurlijk helemaal niets van. In een gevarieerd voedingspatroon zijn ook mensen die hebben soja drink, die hebben soja, soja burgers, die hebben soja boter, die hebben... Ja, dat is verre van optimaal, omdat soja specifiek, ieder voedingsmiddel wordt ook herkend in de darm door het immuunsysteem. Ziet dat tot streepjescode. En de streepjescode van soja leidt ook heel erg op de streepjescode van de schildklier. Dus zeker bij vrouwen, heel veel vrouwen, zeker vegan, vegetarisch, nemen heel veel soja. Ja. Ziet ook een toename van schildklierproblemen, ook omdat er bepaalde antinutriënten zitten, negatieve stofjes in soja die ook een remmende werking hebben op de schildklier. Mm-hmm. Dus 2 keer per week prima, maar we zouden veel meer gefermenteerde soja. Hè? Als het gefermenteerd is, alle oervolkeren, dat zie je ook in Azië, die fermenteren het, waardoor de negatieve effecten, de negatieve eigenschappen al geëlimineerd, gebufferd, weggehaald worden, eruit gehaald. Maar nogmaals, 2 keer in de week in een gevarieerd voedingspatroon prima. Brood hetzelfde. Kijk, brood
Als je kijkt naar voeding, moeten we niet per se kijken naar de nutriënten of het gezond is, maar meer naar de antinutriënten. Dus de stofjes die een negatief effect hebben op ons darmslijmvlies, op ons immuunsysteem, nou eigenlijk op onze vitaliteit. Ja. Ik schrijf in, volgens mij in mijn tweede boek, ik heb natuurlijk nu 12 boeken, maar het feit dat de mens brood eet, is hetzelfde als een hert die vlees zou eten of een leeuw die gras zou eten. Een beetje grafisch grappig, maar het past niet optimaal bij ons ontwerp. Dus voor brood, heel simpel dan, ik ga het zo niet nu heel lang antwoorden, kies de 3-dagen-regel. Dus eet het 1 keer per 3 dagen en ga voor die andere 2 ochtenden of lunch, kies daar een ander ontbijt en wissel dat constant af. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan eet je 2 keer per week brood. Maar iedere dag brood past niet optimaal bij ons ontwerp. Als je het hebt over optimale gezondheid, als je het hebt over floreren, dan zou je meer met brood mogen afwisselen. Laatste toevoeging, brood is het transportmiddel, is vulling. Dus het gaat veel meer dat je brood op je beleg doet, dan beleg op je brood. Beleg is het belangrijkste, dus kies lekker voor roomboter, margarine in de prullenbak. En kies voor eiwitten en vetten op brood is koolhydraten, waardoor de bloedsuikerspiegel stabiel blijft. Lekker. Oh, die vind ik top. Laat meer aan beleggen. Nou, oké. Laat ik dan, dat is gewoon persoonlijk en ik, dan wil ik het ook wel weten. Heb jij tips voor Floor, voor een zwanger persoon? Wat raad jij aan om extra op te letten deze dagen? Nou, het mooie vind ik aan zwangere vrouwen, buiten dat het een schitterende vorm is met een mooie buik die groeit. Dat is magie als je het hebt over creatieprocessen. Maar dat eigenlijk de voedingsvoorkeur van zwangere vrouwen heel goed aangeven waar behoefte aan is. En dan niet een specifieke voedingsmiddel, maar bijvoorbeeld wel, ik bedoel, de hunkering naar chocola kan vooral gaan om het magnesium wat in chocola zit. Hè? En magnesium, vroeger had je natuurlijk geen bomen met melkchocoladerepen met hazelnoten in de omgeving, dus kon je dat niet eten. Maar ja, vooral natuurlijk, ik bedoel, een foetus die natuurlijk enorm snel groeit, een baby in wording, heeft vooral veel eiwitten, ook vooral veel vetzuren nodig. Dus dat is eigenlijk dus gewoon oervoeding, maar veel vis. Kan ook natuurlijk uit algeolie, omega-3 of zeewieren, zeegroenten. Maar gewoon ook vitale eiwitten, of het nou eier is, of het nou paddenstoel is, of het nou een stukje wild vlees is. Ja. Maar ook veel groenten en fruit, kruiden en specerijen. Maar vaak zijn er altijd wel hele specifieke dingen. Bijvoorbeeld mijn vrouw, Renate, kreeg bij de zwangerschap van Noah echt heel erg trek bijvoorbeeld in een biologische yoghurt. We verder niet. Nou ja, dat is dan heel goed. Als je kijkt naar het calcium of naar de eiwitten. Ja. Prima, dan ga je dat eten. Want er zit dus dat heeft te maken weer met lichaamsbewustzijn. Wat heel veel mensen kwijt zijn, omdat ze alleen maar in hun hoofd leven. Maar volg gewoon datgene wat. Je moet een beetje loskomen van wat je zou moeten eten. Nee, maar daar ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat je bedoelt dus helemaal niet dat wij nu met een soort hand in ons haar zitten. Sterker nog, maar dat bevestig jij ook eigenlijk. Ik denk juist dat zwangere vrouwen, omdat ze zo naar hun lijf luisteren, wat we allemaal wel wat meer zouden mogen doen, ook als we dat niet hebben, daardoor veel intuïtiever inderdaad de juiste producten nemen. En soms, dat probeer ik ook voor te doen, ik ken inderdaad die chocola magnesium linked. Nou, de Vitaly zakjes gaan hier gewoon netjes erin. Dus dan weet je wel van, oké, daar zit het tekort. En eigenlijk is het iets om dat ik er zelf ook veel van kan leren. Om gewoon, wat ik zeg, meer naar je lijf te laten. Ja, misschien zou ik zeggen dat het enige wat je dus niet moet eten als je zwanger bent, maar ook als je niet zwanger bent, is vooral kunstmatig suiker. En producten met kunstmatig suiker. Want dan kom je in de verslavingsloop, wat juist dat zintuig verstoort, wat aangeeft wat je wel wil eten. Dus als je juist datgene niet eet wat je niet moet eten, is vaak je voedingsvoorkeur wel prima. Ik heb in 2013 natuurlijk een boek mogen schrijven toen met Wilfred Gené. Ja. De titel was eigenlijk vullen of voeden. Maar mijn suggestie voor de titel was opvoeden of afvoeden. En dat is natuurlijk heel veel. Nou, ook mensen zijn hun kinderen, maar ook zichzelf aan het afvoeden. Onbewust, omdat we natuurlijk in een maatschappelijke eetomgeving leven waar de industrieën overal bewerkte koolhydraten aan ons presenteren. En we zijn vanuit de evolutie weerloze zoete kauwen. En in de oorspronkelijke omgeving draagt dat instinct bij in onze overleving. En in de huidige omgeving draagt het bij aan ziektes en de dood. Dus gewoon geen kunstmatige suiker, geen pakjes en zakjes. En volg verder gewoon je lichaambewustzijn.
Ik laat nog even zien, want dit, er staan ook leuke recepten en zo bij. Wat je als bonus krijgt, hier die documenten waar we het over hadden. Een betere stemming met voeding en leefstijl. Document over meer daglicht. De basissupplementen, nou, we hebben het net over gehad. Ik zie er ook weer wat vragen over binnenkomen. Hier de digitale magazines met ontbijten, lunch, dineren. Dat is wat ik bedoelde met alle ontbijten. Beweging, ja, dit zijn allemaal de bonusdocumenten. De kracht van visualisatie, fijn, ik heb dit doorgenomen. Maar het is super interessant om dat eens te lezen. En nou ja, soms, ja, ik nogmaals, ik smul er ook van. Als je denkt, oh nee, eventjes niet zoveel prikkels. Dan hebben we het gewoon over het programma. Het vierweekse programma met fijne introductievideo's. Met een werkboek. Met ook een invulboek. En dat laatste raad ik je echt aan. Je bent geneigd, tenminste ik, om dat te denken. Ja, ik weet het wel ergens in mijn hoofd. Maar je ziet dan ook echt die progressie. Waardoor je ook echt kan zeggen, hey, wauw, er zijn dingen veranderd in 4 weken. En hopelijk voor daarna ook. Ja, ik voel ernstig de behoefte om het ook af te ronden, Richard. Omdat ik denk, een beetje in navolging van wat jij brengt. Dat ik denk, ja, we moeten mensen ook niet te lang achter het schermpje hebben. Nee, nou kijk Giel, ik dank sowieso voor dit podium. En leuk om elkaar weer even live te spreken. En het is gewoon mijn missie om die aarde vitale door te geven aan Noah en James. Aan de volgende generatie. Ook jouw kind straks. Ja. En ja, dan draagt het enorm bij als we levensvreugde hebben. Als we plezier hebben. Als we genieten. Als we voldoening ervaren. En ik denk dat heel veel mensen leegte ervaren, ook mentaal, maar ook in hun ziel. En dat is vooral de intentie met dit programma. Ja. Om mensen en daarmee de wereld positiever, beter en vitaler te maken. Zodat we samen bijdragen aan die grote missie om die aarde vitaler door te geven. Ja, ik zie als jij het hebt over gezin. Ik krijg nu net een dingetje binnen van Anja. Even kijken of ik dat kan laten zien. Even kijken, Anja, waar ben je? Hier is dat dan. Even kijken, zie je die foto? Ja, dit is een fantastische foto. En Anja, die stelt de vraag, wat een hele logische vraag is. Hoe lang het programma geldig is? Dat is 1 jaar. Hoe lang is het programma toegankelijk? 1 jaar. Wat een fijne sessie. Dat is juist. Ja. Dus, het is 4 weken. Maar je kan, als je wil, 12 weken achter elkaar doen. Maar ook gewoon, en dat is natuurlijk waar het om gaat, gewoon dingen nog eventjes terughalen. En om eerlijk te zijn, heel veel documenten kan je gewoon downloaden. En die staan op je computer. Die zijn gewoon voor jou natuurlijk. Ja, zo is het ook. Lekker in je vel. Ik denk dat we een tijd tegemoet gaan waarbij we hier nog vaak aan gaan denken. En nogmaals, als jij vandaag denkt, nou, ik zit er eigenlijk wel lekker in. En ik heb helemaal niet zoveel last van al die prikkels. Of dat ik er soms een beetje angstig of somber ben. Good for you. Maar zelfs dan preventief is het wel echt lekker. En dan zou ik het alleen al nu doen, omdat je het nu hebt voor die waanzinnige aanbieding. Ik laat nog even mijn rekening zien. Het is echt waar. 97 is al lekker. -70. Als je via de link in de beschrijving gaat. En dan heb je het voor €27. €27, man. Dat is gewoon. Nou ja, dat ligt er net aan waar je gaat eten. Maar in principe is het, kan je er niet voor uit eten, zeg maar. Nou ja, kijk, als laatste toevoeging dan. Ik vind het altijd interessant. Laat ik dat woord gebruiken. Dat mensen een onderhoudsplan hebben voor hun huis. Dat mensen een onderhoudsplan hebben voor een auto. Ieder jaar een APK. Ja. Maar dat we bijvoorbeeld brein compleet voor lief nemen. En dat is zo'n gemiste kans, want je moet jezelf wapenen met de juiste kennis, de juiste zelfzorg wederom, en dan wordt het leven en ook, vandaag, hè, je levenskwaliteit wordt zoveel leuker en beter. Ja, mooi gezegd. Mooie laatste woorden. Ga lekker met het gezin er een mooi weekend van maken. Ik heb echt weer genoten van deze connectie en fijn dat je weer terug bent, Richard. Wederzijds, Giel, tot snel en ook een heel mooi ontspannen weekend. En knuffel aan Floor. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, inderdaad ook. Leuk. En dankjewel jullie voor de aandacht en de leuke reacties die binnenkwamen via de chat en de mobiel. Sorry als ik niet aan je vraag toekwam. Maar zoals je doorhad, wilde ik een beetje voorkomen dat het al die productjes waren. En ik vond hoe Richard dat eigenlijk samenvatte. Weet je, zolang het maar niet te veel is, te is nooit goed, behalve tevreden. Dat wens ik je. Als je dit ziet, je zit nu live te kijken, dan verheug ik mij op morgen, wanneer jullie het allemaal gaan zien. Een heftig gesprek, ik kan niet anders zeggen. Even kijken, waar heb ik de boek liggen? Met Merel van der Wouden, je bent het waard. Ik ga lekker dit weekend Bram Bakker lezen, verheug ik me op, trilogie. En ik heb hier gewoon echt de hele koekeroe line-up over astrologie. Ik zeg heel eerlijk, maar ik ben er toch door vele koekroekjes in aangespoord om dit boek te lezen van Josie Boog. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik denk altijd astrologie, ja. Je gaat er ook een beetje naar leven als het in je horoscoop staat. Maar ik moet het wat breder zien, dus ik ga er goed in. En eindelijk heb ik er
Misschien ken je dit boek wel van Marian Mudder. Zij is actrice, maar ze is vooral ook psycholoog. En dit gaat over angst, zelfliefde en acceptatie. Allemaal leuke koekeroegasten die eraan komen. En we hebben het al over de kracht van ademhaling gehad. Ik heb het deze week bekendgemaakt en ik zie al dat veel koekeroegjes zich hebben aangemeld. Maar op het moment dat die kleine geboren is, ga ik voor mezelf, zeg ik heel eerlijk, maar ook voor jullie, een week lang een soort challenge, zeg maar, elke ochtend en elke avond een ademsessie doen. Dat ga ik niet zelf doen, dat laat ik over aan de experts. En er zijn nogal, nou ja, wat grote namen hier in Nederland. Zoals Casper van der Molen, zoals Nicky van de Breadwork Movement. Nou ja, de hele lijst is te checken op koekeroe.nl/ademkracht. Het is een achtdaagse, dus vanaf kracht van zondag tot en met zondag. En dat is helemaal gratis. Dat is nou ook iets wat ik als koekeroekje wil geven. Dus koekeroe.nl/ademkracht. Ik ben weer te veel aan het lullen. Ik vind het gewoon gezellig. De thee is op en ik ga er een mooi weekend van maken. Ik hoop jij ook. Fijne dag. Vergeet hem niet te delen. En tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.